Welkom in de podcast van Marie en Antoinette. We nemen je mee in onze wereld. Er is thee, er zijn mandarijntjes en interessante dingen om naar te luisteren. Met en zonder koptelefoon. Het gaat beginnen! Nou, hier is die dan, onze allereerste podcast! Joepie! Yay! Hoe is het met je? Ja, supergoed. Wel een klein beetje zenuwachtig, want ja, het is de eerste, dus kijken hoe het, of het gaat. En jij? Ja, ik vind het ook echt spannend. Ja? Ja, ik ben echt bang dat ik rare dingen ga zeggen of zo. Ja, je weet het niet, hè? Wat er dan ineens uitkomt. Nee, je kunt wel inderdaad... Ja, of dat je dan ineens niet meer weet wat je moet zeggen. En dan altijd... Ja, dat wil niemand. Nee. En we gaan niks eruit knippen. Maar... Beloofd is beloofd, beste luisteraar. Jullie krijgen het puur en ongezoet. We zullen zien. dat. Ja. Maar we gaan dus naar mensen die de wereld mooier maken. Mm-hmm. Inspirerende mensen. Ja. We zijn van plan om een hele reeks te doen. En we beginnen met... Tuinjoop. Jo. Jee. En we gaan naar haar theehuis. Dus van Tuinjoop in de Maaspoort. In Den Bosch. Oh, lekker thee drinken daar. Is zelfgemaakte thee. Super fijn. Mm-hmm. Dus we hebben daar een afspraak. We gaan er zo naartoe. We nemen de opnameapparatuur natuurlijk mee. Mm-hmm. Zijn er nog andere dingen om te vermelden? Nou ja, we zetten alle linkjes straks natuurlijk bij de podcast. Dus de website. Ja, van Joop bedoel je? Van Joop, ja. Nou, superhandig. Ik denk, we gaan. Ja, oké. Hey, hallo Joop. Daar zijn we. Wat gezellig. Ja. We hebben een lekker kopje thee. Wat zit erin? Dat is je eigen thee, of niet? Moeilijke vraag altijd. Wat zit er allemaal in? Salie, roos, stokrozen, blaadjes, kamille. Lekker rustig worden hier. En nog een heleboel ingrediënten die ik even vergeten ben. Oké, dat klinkt goed. Ja. Het is verrukkelijk. Worden we dadelijk helemaal rustig? Ben ik benieuwd. Dat valt niet mee om ons rustig te krijgen. Leuk dat wij bij jou op bezoek mochten. Wie ben je en wat doe je? Kun je dat daar vertellen aan de luisteraars? Ik ben Tuinjoop, Joop Rijgenveld. Wat doe ik? Ik heb hier een werkruimte, dat heet Tuinjoop Theehuis. En daar kweek ik plantjes en daar verkoop ik plantjes. Ik oogst en zaden. Ik heel veel zaden. Zaden en die worden hier allemaal verpakt. Boeken over voedselbos, kruiden, permacultuur, wildplukken, natuur, ecologisch tuinieren. Nou, van alles wat ik allemaal leuk vind. En... wat doe ik nog meer? In de kas die ik hier net achtergebouwd heb, worden groenteplantjes opgekweekt. Vooral heel veel tomatenplantjes. Meer dan 1000, geloof ik, heb ik weer eens gezaaid. Zo. En ik koop ook wat groenteplantjes in. En er staat hier rondom ons, omdat het buiten een beetje koud is nu. En er een beetje sneeuw ligt. Staan hier ook allemaal kruidenplantjes en koolplantjes, slaapplantjes, basilicum. Die houden niet van hele erg kou, want ik denk dat deze plantjes in de kas opgekweekt zijn. En dan schrikken ze zich wezenloos nu het zo koud is buiten. Mm-hmm. Dus die heb ik gisteravond even binnengezet. Vandaar dat het hier best vol is. Gezellig. Ja zeker. Hartstikke gezellig. Ik hou wel van een beetje groen omheen. Dus... Het ziet hier ontzettend leuk uit. Ja. En behalve wat Joop allemaal opnoemt, zie je ook nog hele leuke aan de wanden en langs planken, hele leuke mozaïek. En heel veel zadenzakjes in alle kleuren. Dus het is een hele gezellige chaos ook wel. Sorry Joop, het is wel een beetje chaotisch. En, op sommige plekken wel, op sommige niet. Ja, binnenkort komt weer de afwaskabouter. Moet ik nog even appen.
En dat is fijn. Boven die afwas zie je allemaal mozaïek. En dat zijn, dat is een thema hier, een beetje eetbare bloemen. En vooral zadelzakjes heb ik ook heel veel eetbare bloemen. En binnenkort ook heel veel planten met eetbare bloemen. Nu al primula's en viooltjes staan buiten. Super feestelijk. Misschien komt er straks nog iemand. Een klant die had gebeld voor die wil een taartje versieren. En die vroeg of ik al eetbare bloemenplantjes had. Dus wellicht komt die straks binnen. Ja, wie weet. Maak eens spannend. Nou, leuk. Even een hele andere vraag. Wat wilde je worden toen je kind was? Dat wist ik niet. Je wist het niet. En wanneer wist je het wel? Ja. Ik weet het nog steeds niet. Oh, je bent tuinjoop. Het gebeurt gewoon allemaal bij mij. En opeens ben ik tuinjoop. En daarvoor was ik een jaar was ik wandeljoop. En daarvoor, wat deed ik daarvoor? Ik weet niet eens meer. Oh ja, kunstenaar was ik ook nog een keer. Mm-hmm. En dus dat ontstaat of dat groeit. En opeens is er een bedrijf of een... Ja, of een beroep, ik weet het niet. Wat heerlijk, dat het niet zo doelgericht dus is. Ik weet nog steeds niet wat ik wil worden. Ja. Nou, dat lijkt leuk me eigenlijk antwoord. Wel ja. Prima, toch? Ja. Nou, prima. Leuk antwoord in ieder geval. Ja, vind ik wel. Misschien is dat dan een beetje een rare vraag. Of je vanuit de visie werkt. Of toch wel? Wat ik nu probeer is dat mensen te laten eten uit hun eigen tuin. En vooral te laten kijken van wat groeit eigenlijk in je eigen tuin. Mm-hmm. Sommige mensen noemen het onkruid. Andere mensen noemen het eetbare plantjes, eetbare wilde planten. En ik probeer mensen daarop te wijzen van wat allemaal eetbaar is. En ook... bloemen te laten eten. Ik heb ook wel etentjes georganiseerd. Of als ik ergens op een andere plek kook voor een grote groep mensen, dan doe ik er altijd wel wat eetbare bloemen bij. En wilde planten vooral. En om mensen te laten waarderen wat er allemaal groeit en bloeit en eetbaar is in hun eigen tuin. Ja. Lekker dichtbij, lokaal. Gezond. Zonder kunstmest, als het goed is, opgekweekt. En liefst ook zonder bestrijdingsmiddelen. Ik neem niet aan dat je je eigen tuin gaat bespuiten en daarna eruit eten. Maar helaas gebeurt dat soms wel. Ja, daarmee maak je dus wel de wereld mooier in mijn leven. Ja, dat is ook dus wel. Eet smakelijk uit eigen tuin, dat is mijn... motto. Ja, is bij mij al gelukt, want ik heb een keer frambozenplantjes bij jou gekocht. Okay. En daar heb ik heerlijk van gegeten, van die frambozen althans. Ja, dat zit jij weer hoor. Wat ook nog kan met frambozen, by the way. Blad kan je gebruiken voor thee. Oh, echt? Ja, dus je kan soms meer met planten dan je denkt of weet. Goed idee. Dus ja. Die zit ook wel in diverse kruidenthee-mixen die ik maak. Ja. Oké, dank je voor de tip. Ja, dus was meteen al een tip, hè? We willen altijd ook tips. Ja. Deze vraag mag jij even doen, zus, want die moet je dan even uitleggen. Zeg ja, maar. Ja, dat ja. Snap ik niet helemaal. Nou, de vraag is, hoe betrek je mensen? En de uitleg is, Je hebt een heel bedrijf, je hebt een visie, dat heb je net verteld. Maar hoe betrek je dan mensen? Of komen ze vanzelf? Dat zou mooi zijn, maar... Dat is sinds 2 jaar ben ik flink op social media zichtbaar. Mm-hmm. En geef ik ook wel tips en laat zien wat ik doe. En een website. En via de website Webwinkel komen er best veel mensen binnen. Verder sta ik op markten en geef ik daar ook tips als mensen daarom vragen. Of advies, als ik het weet, want dat is ook maar ik weet niet alles. Nee. En
Ja, het bedrijf groeit een beetje en ik doe dat alleen of met mijn partner Bart. Maar ik moet dus ook, ik heb ook wel hulp van, ja, of vrijwilligers of mensen die betaald komen werken. Of in, die ruilen voor diensten. Dus dan komt, ik heb een afwaskabouter en die komt, als het aanrecht vol staat, dan app ik. En dan vraag ik, is de afwaskabouter weer available? En dan, dan kom ik 's ochtends en dan is opeens de afwas gedaan. En dan dat schrijf ik op en dan, zij komt dan... in de kast kijken en die wil dan kruidenthee of zalf of zeep of plantjes. En zo ruilen we met elkaar. Het ruilen zoals voordat het geld was uitgevonden, zeg maar. Het is, ik doe inderdaad met geld en zonder geld. En inderdaad direct ruilen. En ja. Leuk. En er is ook hulp nodig als je daar... Die hele grote wand kijkt, daar hangen wel 500 verschillende zadenzakjes. Nou. En van elk wel een stuk of 20. Nou, dus reken maar uit hoeveel daar hangen. En die worden niet machinaal gevuld? Nee, ja, dat is allemaal, het zijn mini gripzakjes. En die kan je dan hergebruiken. En je kan zien hoeveel zaden erin zitten. Het is gewoon doorzichtig. Maar die moeten wel gevuld worden. En... even kijken, vriendin van mijn zoon die doet de papiertjes erin, want er staat de beschrijving op. En dan komen er mensen van bijvoorbeeld de ruilkring of mensen uit de buurt die dat leuk vinden. Die komen hier helpen met zadelzakjes vullen. En soms is het heel makkelijk, ja, dan moeten er vier zaden van bijvoorbeeld courgette in. Maar soms ook zijn de zaadjes heel erg klein. Dus dan moet er een heel klein schepje in van bijvoorbeeld pepermunt. Dat is een beetje lastiger. Misschien leuk om te vertellen. We waren er laatst bij. En daar laten we dadelijk even een stukje van horen. In de podcast. Ja, dat was best wel druk. Ja, het was heel druk. Ja. Maar ook heel gezellig. Ja, het was even, heel gezellig. Ja. Even de luisteraar waarschuwen. Het was erg chaotisch, maar je hoort wel hoe gezellig het was. Als we dat stukje laten horen. Ja, heel gezellig. Ja. Kunnen we ons nu wel meteen aanzetten? Veel plezier. Nee, niet te meer. Wel een punt. Ja, ik vond het eigenlijk juist wel leuk, maar goed. Oh ja. Het is een keuze. Maar agenda punt 2. Agenda. Ja. Van de podcast? Of bullet, zo. Bullet. Nee, dat is een bullet. Dat is een bullet. Ja. Of moeten we ook zeggen met wie we zijn? Of willen jullie dat niet? Wil je anoniem? Nee, anoniem. Nou, dat zeg Eindhoven niet. Wil anoniem. Ja. Die vrouw uit Eindhoven. En die uit de buurt van Eindhoven ook. Ja, en de buurvrouw is dat. Die buurvrouw van Tanjoop. Die anoniem. En die andere van de Amboze Schans. Nou, die Gooise vrouw wil natuurlijk meteen zeggen. Die heet dan Antoinette. Oh ja. Ja. Van Marie en Antoinette. Daar staat dat er duidelijk op. Ja, zeker. Ja. Ik zit naast Marie. Ja. Die vult zakjes met Cosmea. Roze zaadjes. Cosmea. Nee, roze zaadjes. Nee, de zaadjes niet. Nee, hè? En ik zit naast Antoinette. En daar is korianderzaadjes. Verkeerd in hoesjes. Ik doe het nou juist goed. Oh ja, ze is nu al goed aan het doen. Ik doe de herstelactie meteen. Ja. Sorry. Podcast. Sorry. Oei, je moet heel erg op je knieën. Knippen we eruit. Oh. Dus, wat was ook weer tweede? Oh ja, hoe voel je je? Nou... Ik voel me niet fijn. En dan moet je zo vreselijk om lachen. Ja, ik zou het zeggen, ze lacht er wel hard bij. Oh. Ja, dit lijkt wel een podcast voor Byron Katie. Ik krijg altijd meteen een hartkloppingen als ik word opgenomen. Oh jee. Nou, dan... ja. Maar daar heeft Tuinjoop ook wel thee voor. Dan knip ik. Voor hartkloppingen. Voor hartkloppingen, ja. Dan knippen we dan gewoon. We hebben hier rustgevende kruimte thee. Ja.
hebben we heel erg nodig. Dan maken we het niet te lang. Dan gaan we gewoon door naar die andere vrouw uit de... Hartgespannen. Hoe voel jij je? 3, 4, 5. De andere anonieme tegenwinster. Ik ben 1. Ik begin meer bij 1. Als die voelt zich als 1. Ja, als ik bij 5 ben geweest, ga ik weer naar 1. Ja, nou, het is heel leuk om op die manier over je gevoelens te praten. 1 is happy. 2 is iets minder happy. 1, die komt er meteen in. Maar nee, ja, ik zal het niet doorvragen. Dus, nou Joop, hoe voel jij je? Want jij bent niet anoniem. Dat is lachen. Nou, dus zo klinkt dat dan als je zadenzakjes aan het vullen bent. Ja, dat was vooral met 8 mensen tegelijk. Soms zijn het er 2 of 3 en dan is het iets rustiger en ontstaan er interessante gesprekken. En wordt er ook genetwerkt, dus dat is ook wel een bijkomstigheid van het zadenzakjes vullen en meehelpen. Ja, leuk. Ja. Nou, we hadden het net over hoe betrek je mensen. Nou, dat gaat wel op een heleboel verschillende manieren bij jou. Als je, weet je wel, we zullen de linkjes ook wel plaatsen, hè, waar je op social media te vinden bent. En, maar dit waren de vragen die we een beetje hadden voorbereid. Maar nu komt natuurlijk, wat zou jij nou willen dat wij vragen? Dat is de beste vraag wat mij betreft. Daar heb ik totaal niet over nagedacht. Ja, maar als er nou iets is wat jij zelf zo heel graag wil vertellen... Ja, wat wel leuk is, ja, je hoort nu alleen maar allemaal dingen, maar het is heel leuk om gewoon een keertje te komen kijken van hoe is het hier en wat is het dan? En ik verkoop ook planten, biologische planten van een kweker en die stuurt mensen naar mij door. En die komen hier dan en verwachten een heel tuincentrum te zien. En dan staan ze hier midden in de werkruimte van 4 bij 9 meter. En voor een tuin met planten en achter een kast. Maar dat is het. Maar daar, in die kleine ruimte is wel echt heel veel te zien. Echt superleuke boeken, heel veel zaden, kruiden, theeën. Ja, je kijkt inderdaad je ogen uit hier. Mm-hmm. En de mozaïek, ja, dat moet je natuurlijk gewoon zien. Dat kan je niet horen. Ja, die is heel mooi. Ja, super. En je hebt nogal veel te doen. Je hebt het ook druk. Dat hoor ik zo tussen de regels door. Ja, best wel. En waar haal je dan je energie vandaan? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Slaap je wel? Soms ja, ik slaap heel goed. En dan, Nee, ja, ik zou inderdaad af en toe wat anders moeten doen, maar ik ben inderdaad best wel vaak aan het werk. Ja. Maar het is ook heel leuk om te doen. Dus jij haalt eigenlijk je energie uit je eigen werk? Ik vermoed het. Of ik stort, een keer in. Ja, dus niet hopen. Nee. Ja, nee, want in de weekenden zijn we ook druk. Dan staan we op bijzondere plantenmarkten of zadenruilbeurzen. Zo, dit weekend gaan we naar België, West-Vlaanderen en ergens midden in België. En dan gaat de hele reutemeteut in de auto en hopen we daar te verkopen. Is er iets wat je nog zou willen zeggen aan de luisteraar? Ja, kom langs. Help een keer mee, dat is echt nog leuker. Ja. Dan kan je alle vragen stellen die je maar wil en over kruiden, over tuinieren... over eetbare bloemen. Ja, dat terwijl je zadenzakjes aan het vullen bent, dan ontstaan er best interessante gesprekken. Ja, we hebben inderdaad allerlei interessante dingen opgestoken de vorige keer. Over bomen snoeien en over een wormen, posttoren. En wat was het nog? Over kippen. Oh ja, kippen. Ja, dus... Ja. Je kunt hier allerlei vragen. Je kan allerlei informatie ophalen. Ja, en dan als ik het niet weet, soms weten andere mensen die hier toevallig ook meehelpen iets. En er zijn een heleboel boeken waar je weer informatie uit kan halen. Mooi.
En is dat op bepaalde tijden dan? Want als je nu zo, als iemand nu zit te luisteren en denkt, nou, daar wil ik ook wel eens een keer naartoe. Ja, ik neem aan dat je niet altijd zomaar binnen kan lopen. Tanja op Theehuis is wel grappig, is altijd open, maar ik ben niet altijd aanwezig. Dus als ik er niet ben, dan kan je gewoon rondkijken en dingen uitzoeken. En je kan dan betalen in een houten kistje in het halletje. Mm-hmm. Of geld overmaken naar het IBAN-nummer. Mm-hmm. En zo ook de planten die buiten staan. Dat gaat ook allemaal, kan je zelf pakken en betalen. Makkelijk. Als je mee wil helpen is het wel handig. Als je laat weten wanneer je kan en wat uitkomt. Af en toe is het op donderdagmiddag, soms op vrijdagmiddag. Gisteren hebben ze ook zelfs 's avonds nog zadenzakjes gevuld. Oké, dus jou een beetje donderdag of vrijdag een beetje in gedachten of anders stuur een berichtje. Zou kunnen, ja. Ja, ja. Ja, want ik ben hier altijd aanwezig, dus dan, dat is onhandig dan. Ja. Als je dan mee komt helpen en ik ben er niet. Ik denk dat we wel aardig een beetje geschetst hebben wat hier wie Joop is en wat hier te doen is. Superleuk. Tot slot, heb jij nog een vraag aan ons? Wanneer gaan Marie en Antoinette weer optreden? Wat een goede vraag. Dat is inderdaad een hele goede vraag. Hebben we daar een goed antwoord op? We zijn zelf ook heel... We hebben nu nog niet concreet een datum, maar wij zijn natuurlijk zelf... We stellen onszelf ook die vraag. En denken, het zal weer eens tijd worden. Want mijn zus Marie, die heeft wel leuke liedjes geschreven. En die willen we graag gaan laten horen. Dus to be continued. Het zal in ieder geval dit jaar zijn, laten we dat toezeggen. Ja, dat zo. Ja, en misschien wel hier nog eens een keer. Wie weet kunnen we nog eens iets ooit komen. We hebben hier wel eens in een tuin. Onder de kerstboom. Ja. Gisteren was Rea hier, ook van de Ruilkring Den Bosch. En die kwam ook helpen zadenzakjes vullen. En die had een idee om bij haar huis is een buurthuis, de Brede Bosse School. Ja. Om daar een activiteit te organiseren en dan... Leek ons wel heel leuk als Marie en Antoinette daar weer eens kwamen. Oké, dat gaat goed komen. Die weet mij ook wel te vinden. Dus dan... Oké, wanneer is dat? Stay tuned. Ja, we hadden nog geen datum gepland. Maar ideeën waren er genoeg. Voor de luisteraars, zodra de datum er is, laten we jullie natuurlijk ook weten via onze site. Uiteraard. En dan? Dan hebben we nog een toetje. Oh ja, een liedje. Voor Joop en voor de luisteraars. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dankjewel, 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 dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Tuin Joop. Het is leuk hier.